welkom weer bij een Autovisie TV-vlog. Zoals je kunt zien ben ik onderweg met een Audi Q7 en niet zomaar eentje. Dit is de SQ7 vanaf 120.000 euro, straks aan het einde van de zomer verkrijgbaar bij de dealer. En wat je voor die 120.000 euro krijgt is meer dan alleen een Q7 met een leuk S-Line pakketje en grote 21-inch wielen. Ja, dit is eindelijk weer een Audi die het gevleugelde credo voorsprong door techniek enigszins waar maakt. En waarom dat is, ga ik jullie zo uitleggen. Goed, de Audi SQ7 dus. Wat is het nou dat deze auto zo ontzettend bijzonder maakt? Nou, om mee te beginnen de motor. En dan niet zozeer het feit dat het een 4,2 liter V8 3-turbo diesel is met 435 pk en 900 Nm, monsterlijke hoeveelheden. Nee, het is vooral de manier waarop hij dat vermogen tot stand brengt. En dat is namelijk met een elektrische turbo. Kijk, normaal gesproken, bijna elke motor tegenwoordig heeft één of meerdere turbo's. Die worden aangedreven door de uitlaatgas. De energie die daarin vrijkomt, die wordt omgezet om lucht samen te persen, waardoor er weer meer brandstof bij kan. Daardoor krijg je hardere explosies, meer vermogen. Nou, het probleem met normale turbo's is dat die altijd een klein beetje uitlaatgasflow nodig hebben om op gang te komen. Dus je moet een klein beetje snelheid maken, een klein beetje toeren maken voordat zo'n turbo op boost komt. Nou, wat heeft deze SQ7 dus? Die heeft een elektrische turbocharger. Hij heeft er drie en de kleinste is een elektrische. Nou, en zelfs als je van het gas af bent, zorgt hij er al voor dat hij op 70.000 toeren ronddraait. Daarmee de lucht comprimeert voordat hij de motor ingaat. En daardoor heb je dus al vanaf gewoon stationair toerental 1000 krukasomwentelingen per minuut, heb je dus al 900 Nm trekkracht. Nou, het andere bijzondere aan deze auto is het feit dat die elektrische turbo wordt aangedreven door een 48 volt elektrisch systeem. En normale auto's die draaien al op een 12 volt systeem. Maar in de kofferbak van deze Audi SQ7 ligt een aparte lithium-ion accu die op 48 volt functioneert. En daarmee dus het vermogen heeft om veel sterkere apparaten die meer stroom vragen op gang te houden. Daarbij hoort dus onder andere die elektrische turbo, maar ook optionele variabele rolstabies die ook op deze Audi SQ7 zitten. Nou, wat die doen is, in rechte lijn staan die open en dat betekent dat alle vierde wielen vrij kunnen bewegen en daardoor oneffenheden kunnen opvangen samen met de luchtvering en de variabele dempers. Op het moment dat je een bocht instuurt, dan zorgt een elektromotor dat de twee helften van de rolstabie aan elkaar worden gekoppeld, waardoor de auto zich heel sterk gaat verzetten tegen rolneigingen. En dat is dus heel fijn in zo'n grote logge auto als een SQ7. Ja, die wordt daar heel wendbaar door. En dat gekoppeld met het optionele sportdifferentieel, dat op de achteras ook nog eens even zorgt dat je met het gas flink deze auto kan sturen. Ja, dat betekent dat je met zo'n SQ7 echt belachelijke dingen kunt uithalen. Dingen die helemaal niet nodig zouden moeten zijn in een SUV. Maar het is wel leuk dat het kan. Alleen maar een soort van supersport SUV. Nee, het is echt een auto met meerdere karakters. Hij heeft ook gewoon een comfortstand. Die selecteer ik hier met de drive select knop. Als je dat doet, dan ontspannen die variabele rolstabies zich. De luchtvering zet zich in standje Mercedes S-klasse. Ja, dan heb je gewoon een perfect, stille, comfortabele, lekker deinende supercruiser. Dus is het Audi gelukt om een Q7 te maken die de S van sport daadwerkelijk waarmaakt? Nou, mijns inziens wel. Behalve het feit dat het een heel comfortabele, stille, ruime en functionele gezinsvervoerder is, is het dankzij al die mechanische en elektronische snuisterijen een auto geworden die je gewoon verrassend hard de hoek om kunt gooien. Ja, dat geeft de auto gewoon een soort almachtig karakter. Geen bocht is te scherp, geen rechtstuk is te lang, geen berg te steil. En dat maakt van deze auto echt oprecht een sportieve super SUV. Ondanks dat hij 5 meter lang is en 2200 kilo weegt. Ja, en dat ook al kost hij minimaal 120.000 euro, vind ik een prestatie waar je best respect voor mag hebben.